Nederlands. Ik ben 2,5 jaar geleden ben ik daarmee begonnen, het verzamelen van handtekeningen samen met ILEM. Via dat wegje zijn wij bij de wijkwethouder op dat moment aan tafel gekomen. Wij hebben toen het groene licht gekregen om het veld in bruikleen te krijgen, mits wij zelf zouden zorgen voor de subsidies. En toen hebben we eigenlijk via mails en andere contactideeën contact gezocht met mensen, waaronder Kroonal, Roggekampijtje, Beter Wonen, de gemeente zelf, om toch te kijken of hun wat voor ons konden betekenen op financieel gebied. En op die wijze hebben wij 32.000 euro bij elkaar gesprokkeld en dan vervolgens dit aan kunnen leggen. Absoluut, het is een hele kinderrijke buurt, maar erg weinig elementen waar ze zich kunnen vermaken. Het idee van deze hele insteek, toch het natuurlijke spelen. Ja, hout, de grote buizen, de bulten, het zand. Ja, dat is toch wel ja, de insteek geweest, het natuurlijke karakter erin verwerken. Zulke dingen lukken alleen maar met de energie van de mensen zelf. Die energie hebben jullie geleverd. En als er nou even iemand, ja, daar zijn ze al. Ik heb voor jullie namens ons allemaal een bos bloemen. Alsjeblieft. En ik liet net al voor jullie klappen, maar mag ik nog een keer een daverend applaus voor Cindy en Helen? Ontzettend bedankt dat jullie de schouders eronder gezet hebben, want zonder die energie was het uiteindelijk niet doorgegaan. En Diana gaat eerst op de glijbaan af. En nog één, en nog allemaal. Meneer Gerritsen. Kwam u voor de poffertjes of om de speeltuin te openen? Nou, ik kwam natuurlijk om deze prachtige speelplaats te openen. Poffertjes waren trouwens heerlijk. Zeg ik er meteen ook even bij, ik hou van poffertjes. Nee, wat we hier doen is de kroon zetten op de inspanning van wijkbewoners zelf. Mensen uit de buurt. Die hebben gezegd, joh, wij willen dit veld heel graag beschikbaar houden voor de kinderen in de buurt. Maar ook als ontmoetingsplek voor volwassenen. En dat is na enig soebatten, maar ook met planvorming, met enthousiast maken van andere partijen. Dat is vandaag gelukt. En dat is geweldig. Nou, dit is eigenlijk zoals ik zou willen dat we het in Almelo overal doen. Dat we gebruik maken van de energie die onder de mensen zelf zit. Of het nou ondernemers zijn, of mensen in een wijk, winkeliers in de stad. Dat mensen hebben heel veel eigen ideeën over hoe ze hun eigen buurt mooier of beter willen maken. Dat verzinnen wij niet op het gemeentehuis. Daar gebeurt het niet. Het gebeurt hier. En het mooie is dat we dat dan kunnen belonen. Door dat ook gewoon uit te voeren. En ik hoop dat dit... wat hier op het Smorreveld gebeurt, dat we dat een voorbeeld is voor een heleboel andere plek. Ja, er komt een Facebookpagina van Smorreveld. Daar worden activiteiten worden daar opgeplaatst, waaronder met de Pasen, een pannenkoekendag, de buitenspeeldag. Met Halloween gaan we van alles willen doen. En wordt het allemaal via Facebook bekendgemaakt. Mensen ga ik daarvoor uitnodigen, zodat iedereen op de hoogte blijft.